Wij komen vanuit de Welgedag A-weg bij de huiskamer en wel van de August Mandarijnweg nummer 1. En op dit woonadres, daar is een appartementcomplex ondergebracht waar gezinnen er al een aantal jaren in wonen. En nu zijn ze verrast, want de vorige eigenaar die heeft het appartementencomplex verkocht aan een andere persoon. En de nieuwe eigenaar die heeft gelijk de huurprijs opgeschroefd van 500 SRD naar 1500 SRD. Bedrag dat Irene Abompi, een van de huurders hier, niet kan opbrengen, omdat deze mevrouw ziek is. Ze is jaren geleden getroffen door een beroerte. En deze mevrouw die zegt dan dat zij radeloos is. De andere huurders hier die doen nog moeite om op stap te gaan om naar een woning te zoeken. Maar hoe moet zij dat allemaal doen? Vandaar dat zij dan ook haar verhaal deelt met de gemeenschap en vraagt of de gemeenschap haar kan helpen aan een huurwoning. Een probleem voor mijn pinkie. Een kanaal voor mij. Onlang bijna 11 jaar lang aan het tanden. Voorzien dat er in 50 komen bij. Die ook een pijn 400. Die ook een pijn 500. Maar dan nou dat we een vrouw bij haar precies. Hoe nou wat trouwens wat bij haar precies, Jano? Ja. Maar mevrouw Voorland, dan hoe dat bij haar precies. Dan hoe dat ik en dat meneer Orie met haar in kon. Met kennis naar haar ono. Dat ik het hier ono mag pijn. Toen moet ik want daar barok moni. Naar haar eind van de man. Moni zijn ome pijn. Ni meneer Orie tegen zo. Mevrouw, meneer Ricardo. Ricardo dwing hoe zo ebi. Toen wanneer wanneer bij haar barok moni. Baka. Niet alleen was mijn noem bij haar barok moni. Je kwadoor. Maar mijn noem was mijn noem bij abstentie. Laat me bij haar barok moni. Mensen, dit is ook een van de huurders hier. Maar deze mevrouw heeft gevraagd voor privacy reden aan een wanko in beeld. Maar in schrift zal verteren aan nu toe, zei ik met Denjano. Hoe lang is je schrift, mevrouw? Met de bidja 10 jaar, ik ben. Mevrouw Abompe, die bidja volgens mij. Okay. Maar nu, een vrouw zou bij haar prezen. Nu, ik heb een trast, maar haar prezen zogenaamde. Dan nu, ik kom aan woensdag. Het is vrede, alles maar moest ik bij 1500. Van 500 naar 1500. Ah, heb je? Hoe nou, mijn vijfde camera is 1500. Helemaal niet. Maar van een vrouw is ik dat voor een amor trangen wat ik kan long long eten, maar een normaal long long. En met dat ab long long toe. Maar een na nou awa oplossen is ook toe. Of zo misref is ook. Nou, die de kotapa watra. Voor mevrouw Abompi, zij, voor de mensen die dat niet weten, mevrouw Abompi die is getroffen jaren geleden door een beroerte. U ziet haar rolstoel daar, dus vanaf de hals of vanaf de nek naar beneden kan mevrouw Abompi dus heel moeilijk gebruiken. Dus tida aman kon tapa watra, mevrouw Abompi? Ja, zo net kon tapa watra. Nano dan met de meko. Dat ik ook een paar jaar 1500. Maar ik heb ook een paar jaar 1500 eten. Want ik heb een euro. Als ik een plezier heb, dan is het een plezier. En dan is het een plezier. Ik heb een plezier. Ik heb een plezier. Ik heb een plezier. En dan is het een probleem. Ik heb een plezier. Ik heb een plezier. Nou, meneer Ganesh, look what door on me. Look at door on my camera, door on. Kamsa na nga door on, dala ko filming. Door on niya sroto. Door on bro ko isa mo miyanim niya. Ang abro ko door on ano iko pa mo ni. Next inoseti. Na iko di permitang mimpay.
Maar ik zie mevrouw Abompe, die ik kom, ik ben 100% doro. Als ik mijn economie attack no spam, ik buy one doro, ja, zo maak ik mijn doro, mijn amoro, bun doro, ja. Maar van 500 naar 1500. Ik dacht, mijn man, paai, maar ik zoek op reset of go. En een ruimte, zo heb je mevrouw Abompe, na een camera, een keuken, na een bad toilet. Ano oh. Camera ano up camera esko uno firkant oya meshe o na uno srefta pena nga do oya ino tap drape te ko ina oso oso direk if stock camera if ano opo era lesi bo sharemto esko uno firkant if ino tapena kasma ko ina oso direk ide tapa bedi ya no go ta tra ni ne me ko po ta wa tra ko insi Mone Ganesh ne boy bako pani sani. Ning grand doni na man. So black at do think bo point ning kran. Na me axi me so ev dagi sai kon. Mone fayo ma pota kran watra nyako ni mofo. Na te mus la fasa. Ane mus la fasa. Manda afno we pota Facebook ta kanya. A papa to menye ta kwasa nyansa nye menye na kwansi emia. A zaya na apartament ta kama. A mi siye fie fie fie. Na fanzo a wako mina ame amoni. Na no te pay 50 ono. Na no mingo pay fo watara nga faya. Na no mane gane sala pe min kwanga taxi mine wako gane tanga am fene wan smanye mi mina wako ta ngi mi mina meka gi mi mino sa mi no no falo pa me so koso mande mi de jana mi mlo tapo na le fon me so kwanta o so na fronsi anu ngi nyam no man tete Me galas ma, ni galsa pe wa yoro so ni, fun fan wa oso. Mlens me begi monen san toki. Enka yempi, ma wa persin, ma me wa oso fron. Mi en tinkam na ma nune, ma wa ngoro lege ka fan na pe. Me begi afin sambre insinanto. En mevrouw Abompe, ik zie dus president, dan vice-president, Gewan Tampresi, want van Jutaki, leg bij vrouw, dat u kan go suku ete, maar mevrouw Abompe, fasiki en omango, maar also de fenino. Mene Ganesh, also de fenino. Also de fenino, no one presi no man fen, also. No, if you fen, also na 500 euro, you must abipang of fenasrana. Na 15 barke mi no man pai, onte me pai 500 euro. Dus alawe suku yepi. En omen gesene etanja tapajari? Seibi gesene. Ma in mi oso, in apchin kamra sam sorry, metananga, kouta kudanga aitis ma ina oso dati. Wat de chime terden to dis na mi na mi boy en vrienden. Ja, na seibi sma weta in apchin san dati. Efu be abe unobo tanja to. En mevrouw Abompe, dus president, dan een vice-president, die actie met de JP. En die betaak over een perceel, wie zei Abi, u nog bouw niks op een perceel? Nee, maar ik kan niet spelen op. Maar ik wil samen aan een baie president. Nee, nou mijn zieke. Nou, dan ga ik maar met de mensen. Ze geeft aan, als ze niet ziek was geworden... Maar ze heeft haar perceel heel lang teruggekocht toen ze nog allemaal gezond was en werkte. Maar nu ze ziek is geworden, heeft ze daarop niets kunnen neerzetten. Ze heeft niets kunnen bouwen. Vandaar dat ze aan de vicepresident, aan de president vraagt om te kijken naar haar situatie.
Want zij moeten nu hier plotseling van 500 SRD, 1500 SRD per maand betalen voor de kamer die ze hier verhuren. En ja, en licht en water hoor ik net, moet ook apart, dus los van die 1500, moeten ze ook voor licht en water maandelijks betalen. En dat is geld wat ze niet hebben, vandaar dat ze dan om hulp vragen dat ja, de president, de vicepresident, maar ook in deze misschien de minister van Sociale Zaken naar hun kan omkijken. Dat is dus de situatie hier met mevrouw Abompe en de overige gezinnen die hier wonen aan de Welgedag A-weg.